Hoe jij je vroeg al, is er dan een prijs? Ja. Nou, het is wel leuk om een van de twee kinderen van Erik krijgen, want daar heeft hij ontzettend veel last van. Ik weet niet of dat een prijs is. Weet je waar ik eigenlijk ontzettend veel zin in heb? Het enige waar ik zin in heb, dat is de Amstel Gold Race. En die is er. Nou, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Maar aangezien er dus helemaal geen fietsen is, heb ik eigenlijk gewoon wel zin in een soort ouderwetse quiz. Ik heb wel zin in een quiz, als er maar een Amstel Gold Race quiz is. Nou, dat vind ik wel een goed idee. En ik heb toevallig een hele geschikte kandidaat hier zitten. Ja. Weet je wie? Nou. Mathieu van der Poel. Serieus? Ja. Nou, dat vind ik wel bijzonder, hé. Amai. Nou ja, en daarom spelen wij een korte quiz, maar dan wel met een hele lange naam. De Mathieu van der Poel Amstel Gold Race 2009. Quiz. Ja, Mathieu van der Poel, welkom. Hoe is de sfeer? Alles onder controle. De sfeer is in orde. Ja, de sfeer is in orde. Nou ja, geen Amstel Gold Race dit weekend, daarom deze quiz. Vorig jaar won jij Amstel Gold Race, wat ons betreft de mooiste wieloverwinning aller tijden. Absoluut. Na de finish had jij een hele mooie schreeuw. En we hebben even drie schreeuwen op een rij gezet. En de vraag is, welke schreeuw was de schreeuw van Mathieu van der Poel? A. Of was dat schreeuw B? Of was dat misschien toch schreeuwnummertje C? Het was C. Het was C, oké. Ja, dat is hartstikke goed. Het antwoord A was namelijk de schreeuw die we hoorden. Was de schreeuw van Emma Worteldoek voor het Songfestival, weet je nog wel? Ja. En de schreeuw B. Dat was een geit, die tweede. Maar die derde, die van jou, die klonk eigenlijk ook een beetje als een capybara. Als ik eerlijk ben. Ja, dat mag je zeggen, dat maakt niet uit. Nee, maar waar kwam dat vandaan, Mathieu? Het was een fantastisch moment, maar het was... Geen idee. Ik weet het niet. Geen idee. Nou, er zat een soort opluchting in, alsof je 16 jaar had vastgezeten op een boerderij in Ruinerwold of zo, weet je wel? Nee, het was een samenloop van omstandigheden. Ik bedoel, ik heb nog nooit, denk ik, een wedstrijd zo gewonnen, dat zo onverwacht dat je, zeg maar, de laatste kilometer zelfs nog niet denkt dat je nog een koers kan winnen. Ja, dat gebeurt eigenlijk zo goed als nooit, dus... Normaal gezien begin je aan een sprint met z'n allen, of ben je alleen of ben je met drie, maar dan weet je wel, ik heb een kans om te winnen. Maar nou was het eigenlijk voor het opdraaien van de laatste rechte lijn, wist ik niet eens meer dat we om te winnen reden, dus dat was wel het speciaal. Het was bijzonder en dat vonden niet alleen wij, dat vonden ze over de hele wereld, bijvoorbeeld ook Lance Armstrong. Ja, niet bepaald een liefetje als coureur, aan de andere kant, ja, het was natuurlijk eigenlijk wel een geweldige coureur voor de kant, door Lance Armstrong. Maar wat zei hij over jouw eindsprint van de Amstel Gold Race? Zei hij A, it was like he was from another fucking planet. Of zei hij B, it was like he was shot out of a fucking cannon. Of zei hij C, it was like he was riding in a fucking race car. B volgens mij. Je denkt dat hij zei, it was like he was shot out of a fucking cannon? Ja. Laten we even luisteren naar de boss himself. Vanderpool on the front. And it is like he is shot out of a fucking cannon. Hij zegt het wel lekker, hè? Hij zegt het wel lekker. En dit is toch goed. Heb je hem wel eens ontmoet, Lance Armstrong? Nee, volgens mij niet, nee. Nee. Misschien vroeger toen ik in de toeristen gast was, omdat mijn opa daar ook altijd was, zou ik hem misschien wel eens gezien hebben, maar ontmoet kijk me niet meer voor de geest al, dus ik denk niet. Ja, het is wel een aparte vogel, hè, Armstrong. Hij maakt nu een comeback een beetje als analist. Ik moet zelf eerlijk zeggen, als ik hem zie altijd, ik vond het... Het is ook een beetje een boosaardige man of zo. Maar ik had ook altijd wel respect voor hem als coureur. Snap je dat? Ja, ik snap het ergens wel. Maar hij kan het ook ontzettend goed uitleggen natuurlijk. Dus hij heeft ook kennis van de koers. Dus dat heeft allemaal niks te maken met wat hij voor de rest fout heeft gedaan. Dus ik snap dat wel, ja. Dan gaan wij naar de laatste vraag. Jouw vader Adrie was natuurlijk ook ontzettend blij. Maar wat zei hij na afloop over jou? Zei hij A, wat een mafkees? Of zei hij B, wat een gek? Of zei die C, wat een dwaas? Ah. Antwoord A. Ja, kan ik eigenlijk een prijs winnen of zo? Ja, ik zei, het enige wat ik eigenlijk zei, als ik uit de auto zou, wat een mafkees. Dus dat heb ik gezegd. Ja, nou, je hebt volgens mij alle antwoorden heb jij goed beantwoord, Mathieu van der Poel. Ja, je vroeg al, is er dan een prijs? Ja. Nou, het is wel leuk
van een van de twee kinderen van Erik krijgen, want daar heeft hij ontzettend veel last van. Ik weet niet of het aan prijs is. Nee, dat vraag ik ook af, ja. God, wanneer gaan die scholen weer open? Ik vind het wel leuk dat we jouw vader nog even horen hier. Want wij zien natuurlijk ook steeds die oude fragmenten. En ik zag vorige week of twee weken terug nog even te kijken nadat jouw vader Ronde van Vlaanderen won. Dat was ook wel bijzonder, hè? Dat hij van Kelly won in de sprint, hè? Kijk jij dat dan ook wel eens terug, dat soort dingen? Maar ik heb die beelden altijd wel teruggezien. Maar dat is meestal ook, ja, als ik ze op tv of zo als retro of iets uitzend, dan... Ja, daar, komt dat wel, daar komen die beelden wel eens voorbij natuurlijk. Ja, ja ik kan me voorstellen dat je ook wel respect hebt voor de erelijst van je vader. Want die, godverdomme, die wel veel gewonnen heeft. Ja, sowieso. Dan heb ik nog niet zo heel veel gewonnen tegenover hem. Dus ik heb nog veel klassiekers te gaan. Hey, bedankt. Ja. Graag gedaan, het was gezellig. Abonneer je nu op ons eigen YouTube-kanaal van Bureau Sport. Ja, vanaf nu iedere week een kakelverse aflevering vanuit quarantaine. Dus gewoon vanuit ons eigen huisje.